welkom bij deze nieuwe video. Kijk eens wat ik allemaal heb verzameld. Vandaag gaan we namelijk een politiebureau maken. Politiebureau voor wie eigenlijk? Voor jou. Wat? Nou, misschien breekt er straks nog iemand in. Dan kunnen we hem hierin opsluiten. Nee. Jij hebt ook ingebroken in mijn server, dus ja. Ja, maar dit huis heb ik gewoon gevonden. Ook, ja, dat huis wat hier staat in deze... Surfen in deze stad? In die village. Ik was verdwaald van huis. Ja, ja. Ik woon eigenlijk in Bloemdam. Maar ja. Bloemdam? Ja, Bloemdam. Woonde jij in Bloemdam? Ja, zo. Niet in Varkensstad. Huh? Oh ja, in Varkensstad heet het. Bloemdam, ja, sorry. Ik ken die, sorry. Heb je ze allebei gewoond? Ja. Dan moet ik. Ik ken jou ergens van. Jij bent die meneer waar ik zo... Ben jij dat? Wat? En ik heb jou ook een keer ontvoerd. Ja. En toen ben je doodgegaan. Toen ben je weer in de gevangenis gezet. Ik ken jou. Wil je vrienden worden? Nee. Echt niet? Je hebt me gevangen. Ja, oké. Okay, maar wil je dan wel vrienden met mij worden? Ja. Oké. Okay. Maar je moet me nooit meer ontvoeren. Daar... En nooit meer in mijn huis lopen. Daar ben ik nog niet zo heel zeker van. Maar nooit meer in mijn huis lopen in ieder geval. Ja, wel een paar kleine pranks. Ja, oké. Okay. Pranks. Hè? Maar waarschijnlijk voor mij gaat mijn huis er dan ook aan. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, een klein beetje maar. Maar dat weet ik niet door mezelf. Ik ben nu bezig met het politiebureau waar jij dan in opgesloten wordt. Maar. Wat? Nee, niks. Wat is daar erg aan? Nee, niks. Maar wat doe jij dan in deze server? Nou, ik wou rustig survivalen. Toen ben ik doodgegaan. Toen heb ik hier deze village die hier zit gevonden. En toen had ik een drankje gevonden waarmee ik in creative kon. En toen heb ik dat gebruikt. Dus nu zit ik in creative. Oh. Nu kan ik steeds switchen van survival naar creative. Goed toch? Ja. En hier is de pinautomaat. En hier zit de... Dit is de pinautomaat. Kijk hoe cool. Echt heel luxe ziet het eruit. Ja, oh ja. Ja. Misschien moet ik wat doodjes plaatsen. Regent het bij jou? Ja, wel goed. Regent het bij jou? Ja. Bij mij is ook. Maar dat is misschien ook wel simpel. Want... Nee, maar bij jou regent het de vorige keer en bij mij toen niet. Maar waarom heb je me ontvoerd? Wat? Ontvoerd? Ik heb jij nog nooit ontvoerd. Oh ja, maar je moet niet weten hoe ik uit die grot ben ontsnapt van de vorige. Nou, dat hoef je niet te weten. Wel. Ja, oké. Okay. Er zat een geheim luik. Ja, weet ik. Dat is de bedoeling. En dan werd je doodgemaakt en dan werd je in een betere, beveiligde gevangenis gezet. Dat was ook de bedoeling. Oh, echt? Ja. Oh. Nou, dit is ook niet helemaal meer. Hierboven komen alle gevangenissen. Waar dan? Milan in opgesloten kan worden. Ja, oké. Nou, ik ontsnap vast. Nee, niks. Ik zei niks. Eigenlijk moet hiernaast nog een rechtbank dingetje zitten. Ik kom toch wel ontsnappen uit die bank. Bank. Ik bedoel... Hiernaast komt een rechtbank te zitten, zodat daar je straf wordt bepaald. Voor de rechter. Wat heb ik gedaan? Helemaal niks, alleen het is gewoon leuk om jou op te sluiten. Ja. Dat we hebben pas superkort deze stad en kijk wat er nu al is gebouwd. Ja. Ik heb een leuke naam voor deze stad. Maar wat dan? Kleurstad! Ja, het is wel kleuren. Ja, Kleurstad. Dit is vanaf nu Kleurstad. Ja, klopt. Dit is vanaf nu Kleurstad. Kleurstad, ja, Kleurstad. Ja. Wit, rood, zwart, geel, oranje, rood, blauw. Kleurstad gewoon, ja. Kleurstad. Kleurstad. Goeie naam. Ja.
goed hè, bedacht van mij. Helemaal zelf. Ja. Ook echt hè? Ja. Ik heb het echt helemaal zelf bedacht. Alleen YouTubers hebben ook de Napelsstad hè, in hun stad. Ja. Wist je dat? Nee. Ja, tuurlijk. Kijk, bij de cellen komt maar één torch. Hoe moet ik een kassa maken? Want kijk, nou is dit de kassa. Ja, is goed. Beetje lelijk. Is dat goed? Ja, dat is goed. Inrichting. Ik ga denk ik de kluis maken. De kluis. Wordt nu vervolgd door Enzo. Nee. Door Enzo. De kluis. Eigenlijk moeten we een jachtseizoengebouw maken. Oh ja. Dat ik tegen jou, en dan ga ik een keer een potje jacht zien, en dan ga ik natuurlijk winnen. Ja, dat denk je. Ja, echt. En degene die verliest, wordt hier in deze cel opgesloten. Zonder bed. En wie is de pakker en wie is dan... De... Jij bent de pakker. Oké. Okay. Maar dan moeten we niet 4 uur uit de handen blijven, maar dan... 4 minuten. 4 minuten, ja. Nee. Ja. 10 minuten of zo. Ja, 10 minuten of zo. Zo, dit zijn 2 cellen. En als ik je heb geslagen, dan, hoeveel, dan heb je niet 20 minuten uitloop, maar 20 seconden uitloop. Toch? Ja, we hebben 20 seconden uitloop. Kijk, dit is het licht bij de cellen. Echt heel goed licht. 1 cel, 2 cellen hebben trouwens een raampje, hè? Oh. Om naar buiten te kijken. Dan mag ik tenminste wel als ik opgesloten ben in een raam. Ja, maar dan heb je geen bed. Nou, dat heb je sowieso niet, maar oké. Maar dan word je wel 10 minuten opgesloten. Nee, 5 minuten. Nee, 2 seconden. Ik zal hier zitten. Nee, kijk, er heeft maar 1 cel heeft een raampje. Zo, we hebben 3 cellen. Dat is meer dan genoeg, toch? Ja, ja. Volgens mij. Het politiebureau is goedgekeurd. Het is een politiebureau. Nou, wacht. We moeten nog 1 ding doen. Het moet natuurlijk een goed bewaakt politiebureau zijn. Dus... Armored doors. Maar wel met pressure plates. Dus als je erop staat... Oh ja, en als je gesloten is, zijn de pressure plates weg. Zo. Gewoon doorlopen. Wacht. Zo, de politiebureau is klaar. Dan moet ik alleen nog de rechtbank bouwen. Ja, ik ben bijna klaar met de kluis ook. Oké, de rechtbank is een beetje lichtblauw hier zo aan de zijkant. Dat. Hey, aan het begin van deze serie hadden we nog helemaal begonnen. We hadden een geel blok staan van jouw huis. Ja, toen hadden we alleen maar mijn huis. Toen mijn huis en toen begonnen we met de supermarkt. En nu komt er zelfs een politiebureau en een rechtbank. Laat ook in de comments weten wat we de volgende keer moeten bouwen. Ja, dat is een goed idee. Jullie bepalen gewoon wat we moeten bouwen. We bouwen natuurlijk, als jullie niks in de comments zeggen, bouwen we natuurlijk gewoon maar iets. Gewoon waar we zin in hebben. Maar jullie kunnen ook mee bepalen wat we moeten bouwen. Ik denk dat we de volgende aflevering dat bureau moeten maken voor de... Ja, maar ik wil nog wel... Hoe lang duurt de... Oh ja, de volgende aflevering. Dan moeten we pas de jachtseizoen de kamer inbouwen. Want anders duurt de aflevering ietsjes te lang. Ja. We hebben natuurlijk afleveringen van 13, 12 minuten. Alleen nu let ik op de tijd, want ik zie hoe lang de opname duurt. Dus dat is een beetje een ding. Oh, het is donker. Oké, hier wordt de rechtbank uitgevoerd. Oké, ik ga jullie niet de hele inrichting laten zien. Ik zeg gewoon als deze vloer af is. Dit was het einde van de video. En dan zeg ik net zoals altijd, laat.